avendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, tutta la mia vita sei tu. Peter Post Café Omnium Sport, heeft de tijd stilgestaan? Nou, niet helemaal. Nu misschien wel, maar Café Omnium Sport zegt iets voor mij natuurlijk. Ik heb als jong renner hier veel vertoefd. Ik heb hier zelfs nog op een kamertje gewoond. Dat ik als jong renner ging trainen in Antwerpen, in het Sportpaleis. Dat ik hier boven huurde ik een kamertje voor 3 dagen in de week. Dus dat doet wel iets voor mij. Met je jeugdsentiment. Maar zijn er parallellen tussen Amsterdam en Antwerpen? Qua volkskarakter? Ja, ik moet zeggen dat als je het gaat vergelijken, Amsterdam, wat eigenlijk een belangrijke stad is in Nederland, met een speciale humor en met een speciale flair. Ik denk dat Antwerpen dat is van België. Dus daar komt wel een beetje overheen. Alleen moet ik zeggen dat de Nederlanden toch anders in elkaar zitten, de doorsnee Belg gewoon. Grotere kwek. Ja, dat hebben ze gewoon. Maar ja, dat kan je ons niet kwalijk nemen, want wij zijn gewoon zo opgevoed. Het is ingebracht als kind zijnde. Zo zijn we opgevoed op de school en met een bepaalde flair. En met een aanpassing van een bepaalde woordenkeus. En is u dat in uw sportcarrière ten goede gekomen? Die flair, die kwek? Nou, niet altijd. Misschien op zakelijk gebied wel. Maar qua omgang met in het wielrennen is het wel eens moeilijk geweest. Omdat bepaalde mensen gewoon mij moeilijk konden begrijpen gewoon. En te snel waren, dat ik te snel was voor bepaalde mensen. En dat heb wel eens weerstand geboden. Ik kom uit een erg groot gezin en er wordt een bepaalde lijn uitgezet, discipline, en dan ben je voorbestemd om je te gaan ontwikkelen, om in het bedrijfsleven een bepaalde functie te krijgen. En mijn opleiding zal zijn dan als slagersjongen, om later terecht te komen in de slagerij, om ook daar mijn eigen te handhaven. En daar past het wielrennen helemaal niet bij mijn vader. En dat was een beetje een doorn in het oog. Ik moet ook zeggen, in die jaren was het wielrennen ook niet zo populair. Het waren meer de minder die op een fiets zaten. En dat paste niet als zoon van de middenstander. Maar ja, ik wou dat. En ik denk ook meer dat het de uitdaging geweest is, wat ik niet mocht, om dat tot door te drijven eigenlijk. Dat zat er ook al, denk ik, vroeg in. Die ooit gezegd heeft, die kleine Peter heeft talent? Nee, dat heeft nooit iemand tegen mij gezegd. En ik weet niet of ik zoveel talent had. Ik heb er nogal, ben laat begonnen uiteraard. En ik heb er ook ontzettend veel voor moeten doen. Veel moeten laten om iets te bereiken eigenlijk. Ik denk niet dat ik het uitgesproken grote talent was. Ik denk meer dat het doorzettingsvermogen, het karakter, dat beter bij me past. Wat is de schoonheid van de baan? Er zit ontzettend veel in. Als je de zesdaagse, ja, als je gaat kijken natuurlijk, zeg je, god, er is een zesdaagse, er rijdt een peloton, maar er zit zoveel in. Tactisch en technisch om te rijden, met je tegenstanders toe, op die fiets. Dat is echt waar, daar zit ontzettend veel in. En je tegenstander aanvallen en ja, er zit ontzettend veel in de zesdaagse. Er is er veel om op te noemen. En dat vond ik zeer interessant. De spanningen die er waren. Er zit natuurlijk, zeker in die tijd, zat er veel meer spanning op de zesdaagse dan op de weg.
Een opgesloten kooi zitten. Het is een kooi. En dat past eigenlijk bij het circus. Maar als 6 dagen in, dan moet je toch ook een artiest zijn. Dan moet je toch bepaalde nummers goed brengen. Je moet het publiek bespelen. Je moet ook de wedstrijd voor het publiek interessant maken. Je kan altijd wel hard rijden en die wedstrijd laten lopen zoals die is, maar dat is niet interessant vaak. Je moet vaak de spanning brengen in de wedstrijd. En dat moet je, dat hoort bij een 6-dagen. Ik weet nog goed dat Van Looy werd dat jaar wereldkampioen. En die vroeg toen aan mij om samen de 6 dagen te rijden die hij ging rijden dat jaar. Hij rijdde dat jaar 12. Toen ben ik met Van Looy begonnen. En ja, toen kwam de grote doorbraak eigenlijk. Dat ik Van Looy zag. Wat was het voor een mens, Van Looy? Moeilijk te doorgronden eigenlijk. Van Looy was een man op zichzelf. Hij had veel periodes eigenlijk. Dat hij heel stil was. Niks zeggen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik heb een keer een 6 dagen met hem gereden. Ik weet niet meer exact welke 6 dagen. We hebben exact het hele 6 dagen geen woord gesproken tegen niemand. Zowel tegen de soigneur, maar ik niet. De hele 6 dagen gewoon zijn mond houden. Met veel moeite dat hij nog zei, wel te rusten eigenlijk. Maar dan was hij weer helemaal met iets bezig. En dat was typisch Van Looy. Maar voor de rest een goede vent om mee samen te werken gewoon. Goede sportman. Een prof. Ja, echt een professional. Heel goede. Ja. En was ook een man die veel voor zijn vak over had. Iedereen weghield eigenlijk. Maar dat past er ook bij. Als je de leiding hebt over de 6 dagen wil je in de top blijven. En dat was past helemaal bij de figuur Rick Versteenberg. Diplomaat. Heel goede renner. Misschien wel de beste renner die ik ooit tegengekomen ben. Want deze renner heeft natuurlijk zoveel gepresteerd. In de zwaarste dagen nog. En daarbij ook nog op de weg rijden. Dat was een uniek geval. Klasse. Waar ik ook veel van geleerd heb van deze persoon. Sterke mens. Oh, hoe sterk. Dat blijkt nog steeds. Als ik hem zie, moet ik altijd nog aan denken. Ik denk, mama, ben jij toch sterk? Maar u reed met Van Looy tegen Van Steenbergen, Severijns geloof ja. Ik. Dat was toch water en vuur in die tijd. Ja, maar Van Steenbergen ook weer tegen ons. Ik moet niet vergeten dat Van Looy kwam er zomaar tussen. Die ging zomaar in de 6 dagen kwam hij terecht en als wereldkampioen. En Van Steenbergen, Severijns waren de mensen. Die hadden het heft in handen gewoon. Van Steenbergen was gewoon de leider van het peloton. Ja, en dat was natuurlijk sowieso water en vuur, Van Steenbergen en Van Looy. Dat waren altijd conflicten mee. En ja, de botsen natuurlijk. En ik begon met Van Looy natuurlijk. En ja, wij vechten er tegen. Wij reden er tegen. Wij reden ook op momenten dat er niet gereden moest worden. Dat was Van Looy. Maar het gekke deed zich voor dat na de wedstrijd, dat Van Looy en Van Steenberg op stap gingen. Die maakten er een gezellige nacht van. En wij zaten met de kater en hun gingen gewoon met z'n tweeën weer verder s'nachts. En dat is heel gek geweest altijd, met Van Looy en Van Steenbergen.
in de wedstrijd, maar buiten de wedstrijd konden ze elkaar toch op een zeker moment weer vinden. Dat was heel vreemd, was dat. Dit is het. Hier, maar de houtpiste ligt er toch al en de tapkast staat er ook. Het Sportpaleis van Antwerpen. Als de piste maar inlichten, dat is het belangrijkste. Want dit is de opbouw natuurlijk voor zijn evenement. En dan ziet hij met een paar dagen ook weer heel anders uit. Dat weet ik nog gewoon. Maar voor de rest ziet het allemaal goed uit. Hoe lang was het geleden dat u hier nog geweest bent? Ik ben 2 jaar geleden hier nog geweest. Ik ga even kijken naar de 6 dagen. Dat is een heel mooie baan. Heel mooi. Nou, je ziet het, hij ligt er nog goed bij. Heeft dat te maken met het hout? Of? Met hout, ja. En ook hoe de bochten liggen natuurlijk. In deze piste kan je natuurlijk als je met een koppenkoers afgelost bent, kan je tamelijk rustig bovenin rijden. En dat is wel een voordeel van de ploeg gewoon. Dat je toch weer, als je in de wedstrijd bent, dat je tamelijk weer snel bij de ploegmaat bent. Omdat die bochten ontzettend mooi liggen. Dat was al in uw beginperiode zo? Ja, dat is altijd geweest. Hier heeft altijd het restaurant altijd gestaan. En dat is nu nog. Hier is de finishlijn. Ja, en de VIP's. En de genoten moeten uiteraard bij de finish zitten. Zeker niet aan de andere kant. Zijn intact gebleven voor ons. Ja, in de bochten toch. Er zijn de volksplaats in de tak gebleven. De rechterkant, de overzijde, hierboven, dat zijn sinkjes geworden.
Maar wij ook vroeger op de volgingsplaats. Het bovenste ging wij allemaal op de volgingsplaats. Alleen toen vroeger reed, was het stiller hier. Nu heb je het graas van de autoweg. Ja, ik heb het nooit zo meegemaakt. Nu hoor je het duidelijk natuurlijk. De autobaan die hierachter ligt, die maakt nog een beetje lawaai. Maar ja, goed, het, als een evenement bezig is, hoor je er niks van. Maar hier aan dit hout, ziet u waar renners gevallen zijn? Ja. Er zijn, op een gegeven moment zijn er valpartijen. Er wordt, met die pedalen wordt er hout weggehaald. Of splinters, dan moeten ze dat opvullen. En dan zie je al die donkere plekken, die hebben ze opgevuld. Dat hebben ze weer dichtgemaakt. En dat doen ze op de 6 dagen. Proviseren ze dat een beetje met dichtplakken. En na de tijd pakken ze weer een stukje hout ertussen. Zetten ze er weer tussen. Maar dat zie je duidelijk, maar het is altijd nog hetzelfde hout van het begin. Daar gaat ook jaren mee. Kortom, er zit veel leed in dit hout. Ja, als dit hout kon praten, was het een aardige opname. Hier zit ontzettend veel in. Hier hebben veel renners afgezien. Veel zweetdruppels laten liggen. Heel veel. Vaak in verband werd gebracht vroeger met doping. Ja. Ik denk dat het te maken had met dat die renners weinig rust hadden. Te weinig. Voor hetgeen wat ze moesten doen. Het was vroeger jaar was natuurlijk een heel hard. En ik denk dat toen is het in de tijd wel wat moeten gebeuren om op de been te blijven. Het was natuurlijk ook onmenselijk zoals het vroeger was. Met weinig nachtrust en dan nog prestaties leveren op een fiets. Nou, dat kon gewoon niet samengaan. Dat ging niet. Daarvoor moet ik zeggen dat het ook nu verbeterd is. Veel verbeterd. Dat is natuurlijk ook enige charme, dat 's nachts rijden. Ja, dat had zeker charme. Maar het ging ten koste van iets. Het was toch. Maar vroeger werd het niet zo gezien natuurlijk. Want er pleegden veel mensen roofbouw vroeger. Ook in onze gewone samenleving. Ik moet zeggen dat het is allemaal gelukkig veranderd. Maar dat was in die tijd. En dat had de charme ook. Maar geen gezonde charme.
Heeft u nooit zelf een raar pilletje genomen? Een raar pilletje? Een amfetamine pilletje bijvoorbeeld? Dat is ook wel gebeurd, ja. Dat je op een zeker moment toch niet zo goed was. En dat het wel eens gebeurde, ja. Maar heel weinig, moet ik zeggen. Heel weinig. Ik heb slechte voorbeelden gezien. En ik heb ook gezien hoe het niet moet. Dat klopt. En zeker wat er van terechtgekomen is na hun carrière gewoon. Veel mensen die gewoon in de war waren. Door dat. Niet meer te redden? Ja. Niet meer te redden, ja. Dat gebeurt. Dat is ook gebeurd. Maar ik geloof dat we nu op de goede weg zijn. Het was ontzettend zwaar natuurlijk. Als je maar de 24 uur, 2,5 uur kon slapen. En de hele dag op die fiets hangen, noem ik het maar. En prestaties moeten leveren. En er was in die tijd ook altijd nog een hele zware strijd natuurlijk. Om aan een contract te komen. Er waren natuurlijk ontzettend veel renners die zes dagen wouden rijden. Omdat daar geld te verdienen was. Ja, en er werden door de mindere wel eens middelen gebruikt. Wat niet gezond was voor de mens. Dat is natuurlijk het gevaar van het geld verdienen. Die minder renners die willen ook het grote geld gaan verdienen. En die zoeken vaak de middelen om daar terecht te komen. Maar er is geen gezonde basis. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Want het is niet met medicijnen te doen. Het is met je eigen lichaam te doen. En niet met medicijnen. Dat is gewoon uitgesloten. En dat houden de renners ook altijd voor. Doe het op een gezonde basis. Dan heb je ook een lange termijn om geld te verdienen. Misschien niet 1 jaar het grote geld, maar als je het uitsmeert over een aantal jaren en denkt aan je gezondheid, dan ben je het beste weg. Je kan beter stoppen met wielrennen, dat je geld hebt, dat je heel veel geld hebt, dat je ongezond bent. Want dan ben je echt een arm mens. Dan ben je heel arm. Als je geld hebt en je gezondheid is niet goed, dan doe je niks meer met het geld. Helemaal niet. Verzetten tegen de opkomende star. Welke middelen gebruik je daarvoor? Ja, dat wordt niet direct zo afgesproken, maar dat is het aanvoelen van je collega's. Dat voel je aan om renners niet toe te laten die daar willen staan in het klassement, wat wij gewoon niet prettig vinden. En dat doe je in de manier van rijden gewoon. Samenspannen. Niet achter elkaar aan rijden. En wel achter, op een zeker moment samen, achter Circumerics rijden. En dat is ook wel gebeurd natuurlijk. Maar dat weten ze ook heel goed. Er wordt ook nog wel eens over gesproken, ja. Wegplakken? Nou, dat niet, nee. Nee, dat doet men niet. Nee, dat niet. Er wordt ook wel eens over gesproken, ja. Wegplakken? Nou, dat niet, nee. Nee, dat doet men niet. Nee, dat niet. Het blijft sportief? Alles sportief, ja. Maar wel combinetjes. Kleine combine, ja. Van de renners die al samen aan de top zitten, ja. Dat gebeurt. Men laat soms het woordje ontvallen, combine. Ja, verder over combine gesproken natuurlijk. Dat heeft altijd bestaan, zolang de 6 dagen zijn, dat er een combine was. Maar het is wel zo altijd de sterkste, wint toch meestal.
Nederlands worden niet gesponsord, zegt u. U bent zelf ongeveer 20 jaar sportdirecteur. U heeft eigenlijk ook nooit echt een grote baanrenner gesponsord. Nee. En dat met uw verleden, is dat geen schande? Nou, schande. Ja, een bedrijf sponsort een wielerploeg voor de weg. Voor wegwedstrijden. En niet voor baanwedstrijden. Ik heb de loop der jaren wel eens een baanrenner erbij gehad. Heel kleintjes. Maar ik heb hem zakelijk gezien. Was het niet interessant. En mijn opdracht was ook om een wegploeg op de been te houden. En dat heb ik ook zoveel mogelijk gedaan. En er past geen zesdaagse renners in, want er kwam te weinig van af gewoon. Was financieel, bracht het geld dat niet op. Voorbereiding had ik helemaal gezet op Parijs-Roubaix, omdat ik het een ideale wedstrijd vond. En ook een wedstrijd is het nu nog voor mensen met veel karakter. Die kunnen vechten, die tegenslag kunnen verdragen en die er weer bovenop komen gewoon in de wedstrijd. Dat spreekt me nog altijd aan. Parijs-Roubaix is een unieke wedstrijd gewoon. En dan zie je ook altijd de echte wielrenners ervoor komen. Wordt de mens ploegleider. Gevraagd worden voor iets wat je eigenlijk niet ambieert. Ik heb het niet geambieerd om ploegleider te worden. En ik zat in de zes dagen van Londen. Dat deed ik het sportieve gedeelte van de zes dagen. En toen heb ik directie ontmoet van Rally en die hebben me toen gevraagd om een wielerploeg te gaan leiden. Ze hadden al wat Engelse renners in dienst, om nog wat Nederlandse renners erbij te nemen om dat te gaan doen. Nou, daar voelde ik in principe niet zoveel voor. Maar ja, na lange aandringen is het er toch van gekomen. En zo ben ik eigenlijk begonnen met een klein ploegje meer voor de aardigheid. Ja, en dan ga je dat verder uitbouwen en dan zie je op een zeker moment dat je een grote ploeg hebt. En zo heeft ze eigenlijk het verder doorgezet. Maar dat is heel gek gegaan, dat heb ik niet geambieerd. Ik heb ook nooit geambieerd om zes dagen te organiseren. Het is er ook van gekomen. U heeft een Japanse sponsor. Soms denk ik wel eens, Peter Post is een Japanner geworden. Ja. Ja. Ik werk al 9 jaar voor deze sponsor. Ik moet zeggen dat ik qua discipline en qua warmte hebben voor je werk, heb ik ontzettend veel geleerd van de Japanners. En Japanen die houdt je ontzettend bezig. En dat is onbewust denk ik dat ze dat doen. Ik denk ook dat dat de cultuur is in Japan. Dat de Japanner die ook bij een bedrijf werkt, dat hij ook weet dat het bedrijf van hem is. Zo wordt hij opgevoed. Hij moet ook 24 uur bezig kunnen zijn met het bedrijf. Hij moet naar uren kijken, hij moet maar alleen voor het bedrijf bezig zijn. Dat is mijn hele werkwijze geworden. En bezig zijn voor die sponsor. Bezig zijn met die ploeg. Om elke keer weer te zorgen dat het in leven blijft. Dat het blijft duren en dat er successen komen en dat we in beeld blijven. Dat heb ik geleerd van de Japanners. Ja. Erg positief. U heeft zich in die tijd nog ontfermd over Eddy Plankaert.
Een christelijk gebaar van Peter Post? Nee hoor. Ik moet zeggen dat ik met Eddie Plankert altijd goed ben geweest. Die heeft dat jaar bij ons gereden. En op een zeker moment kon hij bij de Belgische sponsor waar we het net over hadden een goed contract afsluiten. Ja, en dan moet je gewoon de keuze aan de renner laten. Als de renner kiest voor dat grote geld, dan moet hij dat doen. Maar voor wederzijds hebben wij altijd begrip getoond voor deze situatie. En de verhoudingen zijn altijd goed gebleven. En dat op een zeker moment Eddie Plankert of de firma in de fout gaat tegenover Eddie Plankert, dat zijn contract dan gaat. Nou, dan hebben wij weer een opening gevonden om hem weer op te nemen in de ploeg. Maar op dat moment heb je zelf water bij de wijn moeten doen. En je moet ook niet vergeten, de goede contact heb ik met de familie Plankert de loop der jaren gekregen. Heeft ook toe veel aan bijgedragen. Misschien kan er wel gevaar komen van Ludo Peters. Want die houdt zich, tegen zijn gewoonte in, opvallend afzijdig in deze aanval. Is dat een uiting van de veelbesproken rivaliteit tussen de ploegen van Post en Jan Raas? Of kan Peters gewoon niet beter? De sprint zal het uitwijzen. Het sleept nu al jaren aan, die mysterieuze ruzie tussen Peter Post en Jan Raas. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Ik denk dat Jan Raas uitgekeken was op mij. Anders was hij ook niet vertrokken gewoon. Met de helft van mijn ploeg in die tijd. En ik denk gewoon, en daar heb ik ook geen moeite mee. Maar die gewoon voor zijn eigen beginnen gewoon. Dat kan nu ook ontstaan bij Jan Raas in de ploeg. Als je geen zekerheid hebt. En stel je voor dat een toprenner van hem zegt van ik neem de ploeg mee. Ik ga voor mezelf beginnen. Ik denk dat hij dat ook niet leuk zal vinden. En dat is gewoon gebeurd. Maar dat ontstaat gewoon. Ik kan ook snel vergeten. Maar bepaalde personen vergeten niet snel. En dat is dan erg jammer. Vindt u het jammer? Ja, ik vind het jammer. Want ik ga wel eens een conflict aan. Maar ik wil dat ook weer snel uit de weg helpen. Maar het is op dit moment tamelijk rustig. Dus het gaat allemaal goed. Maar echt goed komt het nooit meer? Ik denk het niet, nee. Ik denk het niet. Ik denk ook het Zeeuwse karakter en het Amsterdamse karakter niet samenpassen. Om het weer goed te maken. Maar als we elkaar met rust laten, is dat denk ik het beste. Voor beide. Peter Post is voor sommige mensen een controversiële figuur geweest. Renners als Steunissen en Rooks hebben lelijke dingen over u gezegd. Spraken over geld dat ze niet zouden gekregen hebben en dat soort uitlatingen. Gelieft u dat? Ja, dat doet me wel pijn. Omdat je van jezelf weet dat je, en die bewijzen zijn er ook, dat we gewoon betaald hebben zoals het behoort. En dan vind ik het gek dat ze dat in de publiciteit brengen. Dat is een vervelende zaak. Maar wij hebben gewoon de bewijzen en dat het betaald is. En dan houdt die zaak gewoon op. En de kritiek van Rooks dan dat Peter Post zich niet meer met de renners inliet, vervreemd was, in andere milieus verkeerde? Ik denk dat wat Rooks roept het en zegt, dat heeft helemaal geen waarde voor mij. Omdat de man gewoon geen eigen mening heeft. Dat wil ik u over zeggen. Die heeft echt geen eigen mening. Kijk, als hij nou eens een keer een eigen mening had, dan was het ook een heel ander mens. Hij heeft geen mening. En ook dat boek is dicht voor Rooks. Het is allemaal al bekend dat ik wegga met Post en ik blijf gewoon tot 31 december mijn werk doen. Wat hij zegt ook. Dus zegt hij morgen vroeg, ja, moet voor Van Poppel gewerkt worden. Ja, dan doe ik het. Maar als ik de kans zie om te winnen, zal ik zeker winnen. Nog pijnlijker was het brutale afscheid van Van der Aarde, die u toch gekoesterd heeft als een, ja, bijna als een aangenomen zoon. Mm-hmm. Ook hij heeft met modder gegooid. Nee. Jawel. Van Aarde. Ik vind dat hij niet zo met modder gegooid heeft. Ik denk dat ik zelf een fout gemaakt heb in de tijd door zijn opgave in de Tour de France. Dat ik daar dingen gezegd heb wat ik niet had mogen zeggen over hem. Zeker niet aan de media. Maar ik was
dat moment erg teleurgesteld in de persoon van Aarde. Niet in de wielrenner, maar in de persoon van Aarde. Wat zei u toen? Nou, ik heb op dat moment gezegd dat hij niet meer thuis hoort in het peloton. En dat had ik gewoon niet mogen zeggen. Eigenlijk bent u blij dat Van der Aarde weg is bij Post. Nou, hij paste gewoon niet meer in de ploeg. En dan ben ik blij dat ze weggaan, ja. Of dat hij weg is, net hoe je het noemen wil. Dus mocht je het herdoen, opnieuw wielrenner en nadien sportdirecteur? Graag. Heel graag zelfs. Helemaal doodgaan. Nee, die blijft echt bestaan. Dat blijft echt bestaan. Dat blijft doorgaan.